Wij zitten al enkele dagen verder in het nieuwe jaar. Van het voorgaande jaar 2021 is traditioneel afscheid genomen middels het afschieten van vuurwerk. Alten Pinas blikt terug op 2021 in het algemeen en de afschietperiode in het bijzonder. Hoe het jaar voor de brandweer is gestart? In elk geval niet mooi, heel sober, omdat wij uh, geschikt zijn geworden met een... Woningbrand, waarbij vier doden te betreuren waren. En natuurlijk is dat geen mooi nieuws om te beginnen, dit nieuwe jaar. Als we kijken naar de cijfers, wat vuurwerkslagoffers betreft, zijn we van het jaar weer op zes vuurwerkslagoffers. Maar ondanks er minder vuurwerkcontainers geïmporteerd zijn, zijn we toch weer op zes slachtoffers. Maar als we kijken hoe de ongelukken zijn geschied, dan zijn er drie. Door uh, onvoorzichtigheid geschied. En drie zijn geschied door de mensen die zelf geen vuurwerk hebben afgeschoten. Maar door anderen uh, hebben ze een ongelukje opgelopen. Ten opzichte van het vorige jaar waren ze, deze ongelukken waren meer ongelukken in het gelaat. Maar vorig jaar hadden we wel één een, een of twee ongelukken van uh, zware aard. Uh, de oorzaak van die branden heb ik niet exact. Uh, of niet alle branden. Uh, de politie is nog bezig met het verder onderzoek. Dus het kan zijn dat een van die oorzaken vuurwerk gerelateerd is. Maar dat moet het onderzoek nog uitwijzen. Dus ik kan niet veel daarover zeggen. Wat uh, de, een terugblik betreft van de grasbranden en vuilnisbranden. kan ik u zeggen dat die zich gaan vermeerderen. Wat betreft de. Woningbranden, is er een daling geconstateerd, om het zo te zeggen. En wat betreft de verkeersongevallen met uh, beknellingen, die zijn wel uh, aan de hoge kant nu. Ik wil gelijk gebruik maken om de gemeenschap een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar toe te wensen en bovenal een veilig 2022.